Jongens, welkom bij Gamers at Gear, ons techprogramma waar we elke dinsdag de laatste tech gadgets en gear bespreken op gamersat.nl, woensdag op YouTube. Welkom Tom. Welkom Peter. En of moet ik zeggen, Padawan Peter. Padawan, nou. Oké, Jedi Master Peter. Jedi Master Peter mag ook wel hoor. Ja, promotie gekregen. Hoe heet het? Dit is een mooi apparaat, want het is een VR challenge ding van Lenovo. Het is een AR-challenge ding, dat moeten we even onderstrepen. Het is augmented reality, niet virtual. Dat is waar, je hebt gelijk. Wat je er namelijk voor krijgt is een app die iedereen kan downloaden. Maar die kun je niet spelen tenzij je dit hele kitje hebt voor €250. En dat is de Star Wars Jedi dus Challenges Kit van Lenovo inderdaad. En die hebben samen met Disney gepartnerd om een augmented reality headset te maken en een game daaromheen. Dus... ja, en jullie moeten je een beetje voorstellen hoe deze man de presentator van de Podracecast, de enige echte podcast over Star Wars, download via iTunes en Soundcloud, reageerde toen hij dit ding openmaakte. Want ik werd natuurlijk helemaal gek, want kijk hoe fucking vet dit ding eruit ziet. Ja, je was al helemaal hyped in de unboxing natuurlijk. Want absoluut. Het is ook wel, die doos is ook echt, die unboxing moet je zien. De manier van presenteren is heel erg premium. En dat mag natuurlijk ook wel voor €250. Maar als je die doos openmaakt, dan is het eerste wat je ziet, is heel mooi ingepakt, zo die lightsaber inderdaad. Maar dat krijg je er dus bij. Een lightsaber die op Bluetooth werkt. Een soort van AR tracking beacon die op Bluetooth werkt. En natuurlijk de headset zelf. Daarin schuif je je mobiel. Dan moet je wel natuurlijk even kijken of je smartphone het daadwerkelijk ondersteunt en de app kan draaien. En samen werken die rondom één game. En dat zorgt er dan voor dat je rond kan kijken in je eigen wereld. Maar daaroverheen, superimposed, zitten allerlei Star Wars spelletjes. Ja. Veel te duur voor wat je krijgt. Laten we daar even over beginnen. Ja. Het is namelijk wel leuk, maar het is niet heel goed. En het is ook niet heel erg mooi. Het is ook niet heel erg sterk. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat Lenovo heeft hier een primeur. Dit is de allereerste soort van consumenten AR headset die niet zeg maar zelf een eigen scherm en een operating system heeft. Je schuift je mobiel erin. Dus het is een beetje een soort van nieuwe technologie die nog ontwikkeld moet worden. Dit is een pakket waarin je dus die Mirage AR headset krijgt, zoals hij zo heet. Maar het is duidelijk ook wel inderdaad een beetje het eerste modelletje. Het is duidelijk wel van, nou we proberen iets. En ik vond het persoonlijk wel werken, maar het is inderdaad, je moet niet vergelijken met een full-on virtual reality game of iets wat, weet je wel, echt een AR-headset die zelf alles creëert. Ja, maar je moet niet vergeten dat je gewoon wel praat over €250. €250 is inderdaad enorm veel. En dat is gewoon echt niet waard. Nou ja, dat is de vraag. Is het waard voor de Star Wars-fan? Ook niet. Jij zegt overduidelijk van niet. Nee, ik ben de Star Wars-fan en ik heb het gespeeld. Ik vind het super. Kijk, als ik dat geld heb en ik wil een vette lightsaber op mijn kamer hangen, dan kan ik namelijk een super vette replica lightsaber kopen voor datzelfde geld. Dan heb ik een mooiere lightsaber hangen in mijn kamer. Dus voor het uiterlijk hoef je niet te doen. Met zo'n blad ook nog erbij. Met zo'n blad er ook nog bij, super vet. En als je... Dat moet trouwens ook wel gezegd worden. Hij ziet er heel mooi uit, maar hij is heel licht en heel plastic. Dat ja, oké, okay, maar dat is niet erg als je bezig bent, want het is wel echt super vet. Ja, hij ziet er super goed uit. Door dat lichtdingetje zie je hem natuurlijk door die spiegel van die headset heen en dan komt er dus overheen door je mobiel komt er natuurlijk zo'n lightsaber bij. Dat is wel een vet gevoel, maar het is inderdaad wel €250 is heel erg duur voor die novelty die je dan een kwartiertje hebt. Laten we er ook gelijk maar een soort van game review van maken, want er zijn dus drie spelletjes die in het spel zitten. We beginnen met de lightsaber battles waar je het kan opnemen tegen allerlei vijanden. Ja, daar doe je het voor natuurlijk. Ja, tenminste, ik neem aan dat het vet is, want dan zwaai je met een lightsaber, dat is fucking Jedi zijn. Ja, maar daar zit gelijk het grootste probleem bij, want het apparaat houdt niet bij hoe snel je met zo'n lightsaber kan sweepen. Allereerst moet die altijd zeg maar alignen. De blade, als het ware, op het heft. Dus die gaat af en toe een beetje schuin en dan zit er een resetknop op. Supergoed, want dan gaat hij weer recht. Maar A gaat hij niet helemaal recht vaak. En B houdt hij gewoon je bewegingen niet bij. Dat is maar dat komt natuurlijk ook omdat het... Kijk, het alternatief zou zijn een complete virtual reality ervaring. Waarbij alles supersnel berekend wordt met een goede computer. Dit is natuurlijk iets wat over Bluetooth naar een ander Bluetooth ding gaat. Naar je mobiel. Ja. En je mobiel kan natuurlijk wel, heeft wel wat rekenkracht. Maar ook, weet je, de frame rate is niet zo heel hoog en zo. En ik snap de reden en het was een goed excuus geweest. Waar het niet dat dit gewoon €250 kost. En mensen dit echt gaan kopen omdat ze Star Wars fan zijn. Ja. Dus ik wil mensen daar gewoon voor waarschuwen. Wat dat betreft is de ervaring gewoon niet één op één. Wat wel heel tof is, is het deflecten. Want je krijgt een soort van voorbeeld waar je op dat moment moet deflecten. En dat moet je dan nadoen. Dat is echt super vet gedaan. Ja, alleen, kan ook, dat zijn, soms is het gewoon tak tak. Maar andere keer zeg je, je moet mee met het blad van je tegenstander. Dat is wel vet. Dat is echt heel vet gedaan. Kudos. Alleen het vechten zelf, het slashen als het ware. Daarvoor beweeg je gewoon te snel voor. Het is ook een beetje een ritme game bij me. Dat je tak tak en dan kun je even zwiepen tegen hem. En dan ga je weer terug. Dat dat voelt misschien niet helemaal één met de Force of zo. Maar ik vind het wel een nobele zet. En het is ook het feit dat je iets van, je hebt 7 planeten. En dus op elke heb
heb je een paar van die droids die je kan vechten en één grote Jedi of Sith die je aan kan vallen en zo. Dus dat is wel netjes gedaan. Ja, dat is leuk gedaan. Het gaat best wel diep en ook inderdaad als ze verder kijken dan alleen maar de lore uit de films. Ook Star Wars Rebels en zo erbij. Ja. Dat is echt heel tof gedaan. Ik word daar zelf heel blij van. Maar ik vond vooral de vlekte heel tof. Ik vond het vechten een stuk minder, omdat daar kan het dingen tempo gewoon niet vasthouden. Ja, maar dat is niet het enige wat hij natuurlijk heeft. Want in die app zitten niet alleen die battles, maar zit ook nog een soort van tactisch RTS-achtig aspect. Dus dat je gewoon echt een Naboo moet verdedigen met je eigen battle droids. Dan kun je Obi-Wan Kenobi op het veld slepen. Ja, kleine RTS-minigame die niet heel erg veel diepgang lijkt te hebben als je het mij vraagt. Wat ik interessanter vond is dat de holo-chess erin zit. Dus weet je al, het schaakspel wat Han Solo en Chewie spelen op de Millennium Falcon, kun jij ook spelen. En dan kun je dus ook rond die tafel lopen en een beetje op het niveau van die monsters gaan kijken. En ze zijn best wel gedetailleerd ook. Oh, tof. Dat is wel leuk gedaan, maar alsnog denk ik inderdaad dat je uiteindelijk wil gaan voor die Jedi battles. En of je dat fijn vindt, dat is een beetje een smaakkwestie, denk ik. Ja. Nee, het is gewoon slechter. Nee, het is helemaal niet slecht. De deflect is super vet gedaan. Ja, het is een super mooie eerste stap. Ik vind alleen voor een eerste stap het een beetje duur. Dat is gewoon wat ik niet kan vergeten. Ik weet gewoon echt dat er mensen zijn die hier gewoon echt voor gaan sparen omdat ze dit zien. En dan moet je dan echt heel goed weten. Kijk, als je het sowieso vet vindt, koop het blind. Als je helemaal gek bent van Star Wars. Die headset kan later ook nog in andere apps weer gebruikt worden. Dus dat heb je dan een beetje aan een soort van replay value, I guess. Precies. Oh, en natuurlijk wat wel netjes is gedaan. Lenovo en Disney hebben ook een eerste gratis uitbreidingspakket uitgerold. Waarin dus heel veel dingen van The Last Jedi zitten. Dus kun je ook vechten met die Praetorian Guards. Weet je wel, die vette uit The Last Jedi. Ja. Die rode, nou ja, goed, spoiler alert, maar die zijn natuurlijk super tof. En de Porks brengen ze ook terug. Ah, de Porks. Dus dat is wel mooi dat je dan ziet van, ze hebben het niet op de markt gezet en ze hebben het laten liggen. Het is nu The Last Jedi uit, dus borduren ze er wel een beetje op voort. Maar ja, of dat genoeg is voor 2,50, het is wel... Dat is aan jullie. Mijn mening is bekend, Tom's mening is bekend. Ja. Het is een superleuke eerste stap in de wereld van augmented reality en het zijn van een Jedi. Ja. Alleen we wachten op nieuwe stappen. Ja, dus misschien een Mirage headset 2.0 met een grotere app of kom op, dit is ook wel een mooi voorzetje om gewoon echt een virtual reality game te maken waarin je Jedi bent. Ja, want als je deze VR maakt met dit ding, ja. Nou, dan zijn we klaar. Dan kun je mij wegdragen hoor, Lenovo. Weg met mijn smartphone, gewoon een dikke PC eraan hangen. Dan doe ik gewoon mijn faillissement aanvragen en ga ik gewoon heel de dag het spel spelen. Ik stem voor de virtual reality space trucker. Dat je gewoon Han Solo kan zijn die de Millennium Falcon heen en weer vliegt. Daar doe ik het ook voor. Fantastisch. Ja, dat zou mooi zijn. Maar goed. Qua uiterlijk fantastisch, qua innerlijk moet er nog wat gebeuren. Ja, of je moet hem in de aanbieding een keer kopen. Star Wars Jedi Challenge, dus hou het in de gaten op je Pricewatch site. Dankjewel. Bedankt voor het kijken deze week. En volgende week zijn we weer met een heel nieuw product. En in-games een keer. Jee, elke week nieuwe tech. Jee. Ook dit soort dingen. Vet, wat vond je ervan? Ja, die ding is al heel vet, hoor. Ik vind dit een goed. Hou jij die?